Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 28 hier in Nederland. Oké. Heb jij de volgende video in Spa van Vicence gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Daarin werd bekend dat Fernando Alonso met pensioen ging en wij wonnen dus die wedstrijd en namen een soort van een grotere hap uit de voorsprong van Checo Perez. Het verschil is nu 7 punten, dus dat belooft nog wat. Maar heb je die gemist, zou ik die eerst even terugkijken. Het kan recht met het ietsje, klik daarop dat die aflevering verschijnen. We hebben wat updates meegebracht deze grote prijs. En natuurlijk Nederland, een thuiswedstrijd. Daar hoort wat speciaals bij, namelijk een nieuwe auto, nieuwe helmen, nieuwe pakken. En deze auto gaat dus in de kleuren van de Nederlandse vlag worden, rood, wit, blauw. Tada, dit is dus de auto. Ik vind hem heel erg mooi geworden. Sponsoren moeten er gewoon nog op. En sommige sponsoren zijn wit gemaakt. Die maak ik nu helemaal zwart. Zodat ze tegenover hetgestelde zijn van elkaar. Zodat die extra goed zichtbaar zijn. De bakken en de helmen worden ook aangepast. En dan is het zometeen gewoon op na de kwalificatie. Zandvoort is wel een tricky baantje. 36 ronden lang gaan wij strijden voor misschien wel de thuisoverwinning. Voor mezelf en het team. Ook Verstappen strijdt hier mee voor zijn thuisoverwinning. Dus is het allemaal nog even kijken. Maar dit is dus definitief de livery voor de grootprijs van Nederland. Ik vind hem heel erg nice geworden. En je springt er meteen uit, vind ik. En dat is gewoon goed om te zien. Dan gaan we door naar de helm en handschoenen en de racepakken. De raceoveralls worden ook veranderd. Waarom? Ja, ter gelegenheid van de auto verandert ook gelijk. Alles mee. De teamkleuren blijven wel bestaan. Dus dat heeft geen invloed. Alles wordt gewoon mooi gemaakt in deze grote prijs. Er komt gewoon rood, oranje, wit en blauw in. De kleuren van de Nederlandse vlag gaan erin verwerkt worden. Klein beetje oranje erbij, jazeker. De helm is gedaan, op naar de overall. Ik vind die al gelijk heel mooi, kijk maar. Springt er gewoon meteen uit, die pakken wij gewoon, daar veranderen we niks aan. En we pakken ook de beschikbare handschoenen die erbij horen. Jazeker, en dat is dus de helm. De overalls, de handschoenen en de auto zijn dus aangepast. Dat is goed om te zien. Dan gaan we ons nu voorbereiden op de kwalificatie hier in Nederland. Dan zijn we dus aanbeland bij Q1 op het zonnige Zandvoort. Hier op het circuit van Zandvoort natuurlijk. In de blauwe auto. Het is heel mooi. In seizoen 1 hadden we een oranje auto. Nu is het een blauwe auto natuurlijk. Wat verandering. Waarom? We kunnen niet elk seizoen met dezelfde auto rijden natuurlijk. En Zandvoort is natuurlijk heel speciaal, dus ja, dat moet gewoon gevierd gaan worden. Onze eerste run gaat een tijd opleveren. Met nog ongeveer 2 minuten op de klok, DRS ingeschakeld en wij komen tot een P15. Het paars in sector 3. Maar we kunnen er nog een ronde aan aanknopen, dus dat gaan we gewoon doen. Groen bij de delta, dat is goed om te zien. Groen in sector 1 en 2. Oppassen voor regen, 10 minuten en dan komt er regen. Verbeter ons wel een klein beetje hoor. En dat is nog steeds P15. En de vlag hangt over een paar seconden uit. De uitslag van Q1, Perez het snelste, Massa door naar Q2. Hamilton op P2 natuurlijk, Bottas op P3, Verstappen op P4, rijdt een thuiswedstrijd, Sainz 5, Leclerc 6, Norris 7, Ricciardo 8, Alonso 9 en Pierre Gasly op P10. Giovinazzi P11, Massa dus 12, Stroll 13, die zijn allemaal door naar Q2 trouwens. Tsunoda op P14. Dus dat doet de Japaner wel goed. Gasly heeft hem steeds namelijk, dat merk ik wel.
En dan is zo meteen de vraag of wij door zijn naar Q2. Jazeker, P16. We zijn door naar Q2. Op een tiende van de nummer 17. En in Q2 begint het te regenen. Dus ik ben er gelijk uitgegaan voor een setje softbanden. Om mijn tijd daarop te gaan noteren. En kijken wat deze rondetijd dan gaat opbrengen voor ons. Oh, de auto daar bijna kwijt. Maar we hebben hem heel mooi gered. Het is al spekglad geworden. Kijk maar op het circuit. We moeten de auto gewoon goed onder controle houden. En dat is een P5 met een 1.16.0. Uitslag van Q2. We stappen het snelste. Tsunoda naar P2. Massa op P3. Wij dus naar P7. Bottas niet door. Norris niet door. Leclerc niet door. Die zijn allemaal op de intermediates gegaan. Giovinazzi op de soft, maar heeft het niet gered. Wij dus door naar Q3 en Massa ook. Dus dat is hartstikke goed. Massa zit er gewoon bij. We zijn dus aanbeland bij Q3. De regen is weer vertrokken. En wij gaan onze run in. Kijken of dit misschien P4 wordt of P5 van pole position. Dat weet ik net zo niet. Het zou wel mooi zijn, maar goed. Wij zijn niet snel genoeg. Verstappen pakt de thuispol. Verstappen naar pole position voor eigen publiek. Iets te veel over die curbstones heeft wat tijd gekost. Massa naar P9. En wij naar een P9, wat Massa op P8. Heel veel jongens duiken naar buiten voor een laatste run. Die zijn met een outlap bezig. Wij hebben hele lange tijd stilgestaan om te zorgen dat we geen last hebben van dat verkeer. P10 is dit op dit moment. Massa op P9. Dus dat is niet goed voor het team. We moeten ons gaan verbeteren. De vlag hangt uit. Waar komen wij te staan? We staan nu op een P10. Wordt dat een P8? Dat is de vraag. Waar komen wij te staan? Verstappen op pole position voor zijn eigen publiek. Hamilton mist hem op 86.000ste. En wij dus naar P8 pakken Yuki Tsunoda en Felipe Massa. Dat is goed om te zien. Dus het op naar de wedstrijd voor carrière aflevering 28 hier in Zandvoort. Welcome along then to the North Sea coast and Zandvoort, 25 miles away from Amsterdam, and the host for today's Dutch Grand Prix. It's a race the great Jim Clark won on 4 occasions, leading for an astonishing total of 370 laps. A lap of this short 2.6-mile Zandvoort circuit features 14 corners, 10 to the right and 4 to the left. The main straight is 678 meters long and heads into turn 1, the Tarzan corner. With DRS down the main straight into the braking zone, that could be the best overtaking opportunity on the track. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Sainz, Daniel Ricciardo, and Stroll, the Professor, Tsunoda, Massa, and Valtteri Bottas, Leclerc, Norris, Antonio Giovinazzi, and Fernando Alonso. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Gasly, Ocon, George Russell, and Nicholas Latifi. Eilert, Lundgaard, Mick Schumacher, and Nikita Mazepin. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. We moeten niet onnodige risico's nemen, zegt Jeff vanwege onze thuiswedstrijd. Medium hard is de strategie, dat kunnen we misschien nog gaan veranderen. Neem er extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 28 hier in Nederland op P7.
Onze thuiswedstrijd hier in Zandvoort. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. Er komt een beter weg dan Lance Stroll. Die koude begint er gelijk af te knijpen. We kijken hier naar de buikkant van de Australiërs. Stroll doet een divebomb naar Carlos Sainz. Dat is gelukt en Sainz hebben we ingehaald. Ze komen daar wel iets te wijd. Sainz pakt ons terug. Ricciardo zit daar aan die binnenkant. En dat is een touché. En Daniel Ricciardo is gespind. Carlos Sainz rijdt daar wel even langzaam. En Daniel Ricciardo moet helemaal van achteraan beginnen na een spin in de openingsronde met mijzelf. We hebben gelukkig niks schade opgeleverd aan mijzelf en Ricciardo. Dat is goed om te zien. Nu is het doorrijden naar Carlos Sainz voor P5. Daar zitten we dan aan het einde van ronde nummer 1. Begin ronde nummer 2. Max Verstappen zit de snelste race ronde nummer 1.16.5. Sainz knijpt ons af richting die muur. Maar wij hebben de pace. En dat is P5. Want Sainz is hier dan gezien. En dat is goed om te zien. De volgende heet dan Lance Stroll voor P4. Dus hopelijk kunnen we vandaag op het podium eindigen. Het zou wel heel mooi zijn. Want zo verminderen we onze puntenverlies op de leiders in het klassement. Herhaling dus van de start met Max Verstappen op pole position, Hamilton op P2, Perez op P3, de lampen sprongen uit en we waren onderweg. En we waren gewoon goed van onze plek af. En Perez snijdt daar gelijk Charles Leclerc bijna kapot. Wij kijken daar aan de buitenkant van Carlos Sainz. Wij gingen daar ook even op het grind. En dan kijkt Ricciardo hier op een plek die er niet is en hij spint. Dat is er gebeurd. En wij kunnen nu Carlos Sainz een beetje volgen in deze openingsronde van de wedstrijd. De groene vlag wordt gewoon gezwaaid. Dat betekent dat we weer verder konden gaan racen. We zijn aan boord bij Ricciardo. Wij gingen daar dus iets te wijd. En Ricciardo kijkt hier op een plek die in één keer verdwijnt. En hij stuurt ook zelf naar ons toe. En hij spint en moet dus helemaal van achteraan beginnen. Dus dat is pech voor de Australiër. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Stroll is de volgende. DRS geopend, overtakeknop aangezet en hij is er. Ja, hij is eraan gegaan. Zo is het. Paars in sector 3, groen in sector 1 en 2. 1.13.4 is onze snelste raceronde tot nu toe. Niet de snelste raceronde van de race. Ronde nummer 14, de rest is allemaal naar binnen gedoken en wij duiken nu naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. De harde compound. En gaan de leiding uit handen geven van Max Verstappen. Die kwam toch al dichterbij aan ons. En kijken waar wij zo meteen terechtkomen. Leclerc Gasly met een 5 seconden tijdstraf. 2,5 seconden was de pitstop en wij komen op P8 terecht. Achter Gasly en Charles Leclerc voor Giovinazzi, dus dat is goed om te zien. En nu kunnen wij gaan pushen als een gek, omdat de banden nu heel veel rondes nieuwer zijn dan de rest van het veld. Want die zijn allemaal al veel eerder naar binnen gedoken. Er zijn nog 21 rondes te gaan, dus het schiet al lekker op. Het zonnetje is gewoon verdwenen. Het is bewolkt hier in Zandvoort. Rood in sector 1. We zijn aanbeland in ronde nummer 18. En daar is dan Pierre Gasly gezien. We zetten onze persoonlijke snelste race neer. En maken hier dan misschien een aanval. Maar we zaten net te ver weg. Moeten ons zometeen op gaan lijnen voor deze bocht. Kijken of wij een betere exit hebben dan de Fransman. Neem een wat wijdere lijn. Het is geel. Het is geel. En er valt een Ferrari stil. Wij vallen hier Gasly aan de buitenkant. Maar de auto springt van ons vandaan. En dat is einde oefening. En dus moeten we het hierbij laten voorlopig. Carlos Sainz valt uit. Jazeker. Carlos Sainz uitgevallen in de grote prijs van Zandvoort. Pakt geen punten voor Ferrari. En hier is het al gedaan met de Spanjaard. Hij gaat langzamer rijden. Hamilton heeft daar geluk dat hij daar niet wordt geraakt. Door Carlos. Ook hier gewoon zijn eigen teamgenoot. Zijn eigen teammaat heeft daar ook geluk. En Sainz parkeert hem hier aan de rechterkant. We zitten in ronde nummer 20. En daar vallen we dan Gasly aan. Maar schieten hier iets te ver door.
en Gasly kan hem terugpakken. Jammer, maar helaas. Nog 16 rondes te gaan, zitten er wel heel dicht op voor P5. Gasly heeft wel een tijdstraf van 5 seconden. Heb hier een betere exit. Kijken hier naar de buitenkant. Dat wordt heel smal en heel krap. Maar die plek weten wij te heroveren. En dat is P5. De volgende heet dan Charles Leclerc. En die moet nog naar binnen voor zijn laatste pitstop. Want die is op de harde band gestart. Perez rijdt op P3. Hamilton op P2. Verstappen aan de leiding. Het gat naar Leclerc is 5,5 seconden. As things stand. Dit was dus hoe Pierre Gasly het zag in ronde nummer 20. Wij komen daar in één keer uit het niets. Jazeker, aan de rechterkant. Denk er voorbij te zijn, maar we schieten ons gewoon in de voet. Waarom? We schoten er verder door en Gasly kon die plek terugpakken. Nu zijn we dus bij ons aan het kijken. En hier was het dus mooi gedaan op de exit. Gasly, ja, die moet hier gewoon even ontwijken. Want wij stormen er gewoon langs. En dat is P4 op dit moment. Want Charles Leclerc is naar binnen gedoken voor zijn laatste pitstop. Lewis Hamilton rijdt een seconde voor ons. Waarom? Hamilton heeft een probleem, heeft mijn engineer vermeld, maar dat heb ik er niet in zitten. De banden zijn er gewoon nog goed bij. En wij kunnen hier misschien op het podium eindigen. Het zou wel heel nice zijn. En zo beperken wij de klap die Red Bull samen met Perez en Verstappen uitdelen aan ons in het coureurskampioenschap. Want we strijden hier gewoon mee voor de titel. En elk puntje is goud waard, dus we moeten Hamilton gewoon voorbij zien te passeren. Perez rijdt er trouwens ook niet te ver achter, dat gat is 4,2 seconden. En hier rijden we ons op en hier vallen we er dan aan bij Lewis Hamilton. Aan die binnenkant van de bocht, net als bij Max Verstappen, nog voor het DRS gedeelte. En dat is P3. Podium in handen. Misschien kunnen we naar Sergio Perez toe rijden, maar er zijn nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Het gat is 3,9 seconden. Verstappen gaat de wedstrijd winnen. Die zit in de ene laatste ronde van de wedstrijd. As things stand, we'll be third in the championship. Ene laatste ronde loopt en als het zo eindigt, staan we derde in het klassement. Dus we hebben nog zicht op de titel. En Hamilton heeft gewoon een serieus probleem. Hier dan een herhaling van wat wij deden bij Lewis. Gewoon, ik heb hem er even ingezet. Ik vond het gewoon een prachtige manoeuvre. En jazeker, gewoon aan die binnenkant gezet. En nu kunnen wij gewoon wegrijden. En Hamilton had daar geen antwoord op. Aan boord bij Lewis. Je ziet mij hier in mijn spiegels. Ik kijk hier naar de binnenkant in één keer. En Lewis verwacht dat gewoon niet. En dat is P3. Lewis had ook een momentje oversturen namelijk, zag ik. En dan komen wij aan bij het zwart-wit geblokte gedeelte. Verstappen wint zijn thuiswedstrijd. Perez naar W2. En wij maken er een dubbel Nederlands feestje van. We pakken ons allereerste podium in onze thuiswedstrijd. Fantastisch gedaan dit. Ik ben heel blij dat we het podium hebben behaald in Zandvoort. Op naar Italië. What a great race, Daniel. What a magnificent victory here at the Dutch Grand Prix. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they secured here. Nou, hier weer dan dus de uitslag van de wedstrijd. Max Verstappen wint zijn thuiswedstrijd. Sergio Perez maakt in Red Bull 1-2 ervan. Wij dus na P3 pakken een podium in ons thuis
in onze thuisrace. Goed gedaan. Charles Leclerc krijgt de driver of the day. Krijgt altijd snel het punt. Massa naar de punten. P9 doet hij goed. Hamilton op P4. Stroll op P6. Bottas 7. Norris 8. Tsunoda. Sorry, Massa dus 8. Tsunoda 9. En Fernando Alonso pakt het laatste punt voor Alpine. Nee. Sorry, Yuki Tsunoda pakt het laatste punt voor Alfa Tauri. En ja, wij dus met een bijzondere wedstrijd naar het podium maken een dubbel Hollands feestje van. Vanwege Verstappen natuurlijk, die de wedstrijd wint. Wij dus gewoon heel knap. 1 uitvaller Carlos Sainz en Nikita Mazepin en Mick Schumacher. Enige twee die op een ronde zijn gezet. 10 punten verschil naar Perez, want Verstappen pakt ons. En dat verschil naar Perez en Verstappen is 8 punten. En wij verliezen terrein naar Red Bull, maar het constructeurskampioenschap kunnen wij niet binnenhalen. Dat heeft Red Bull zo goed als binnen. Massa pakt weer punten en staat 1 puntje achter Ocon voor P15. Maar wij moeten nu in Italië hopelijk een mega klap gaan uitdelen aan de beide Red Bulls. Want dat circuit dat ligt ons gewoon goed. Ja, en dat zou dus betekenen dat we daar misschien de leiding kunnen overnemen. Nou, ik ga denk ik de video afronden, mensen. We hebben natuurlijk ook nog een contract renewal met Felipe Massa. Maar goed, ik weet niet of dat ik er nu nog inzet of dat we dat doorzetten naar de volgende video. Ik neem aan van wel. Dus bij deze, heb jij genoten van deze aflevering, mensen? Beloon het dan met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. Vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F2021 My Team Criminal content. Schakel ook gelijk het belletje aan als je er enkele video van mij mist. Reageren wat er beter kan moet worden op deze aflevering. Volg me op sociale media, maar gebruik ze in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ga verder in Italië.